Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn aankoopjes laten zien die ik bij de Zeeman deed. Ik heb hier een tasje met spulletjes. Ik was even bij de Zeeman geweest en heb daar een aantal dingetjes gekocht. En ik had in mijn vlog gevraagd, goh, zou je het leuk vinden om daar een shoplog van te zien? Het zijn niet heel veel dingen, maar ik kan me eigenlijk ook niet heugen of ik ooit echt een shoplog heb gemaakt, specifiek alleen van de Zeeman. En er kwam toch wel wat reactie op dat het leuk gevonden zou worden als ik daar een shoplog van op zou nemen. Dus ik ga jullie in deze video laten zien wat ik bij de Zeeman heb gekocht. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer gewoon in beeld neerzetten. En dan gaan we gewoon gelijk beginnen. Ik heb allereerst nog zo'n setje met van die herbruikbare rietjes gekocht. Zoals we allemaal wel weten, zijn de rietjes die je tegenwoordig nog kunt kopen alleen maar van karton. En als ik ergens een hekel aan heb, of papier eigenlijk, zijn het papieren rietjes. En ik heb al een aantal herbruikbare rietjes, maar ik merk wel dat als je die rietjes gebruikt, dat ze soms een beetje plakkerig blijven als je ze hebt afgewassen. Dus ik zet ze dan altijd even in een glas neer. Maar dat betekent wel dat je ze niet gelijk weer kunt gebruiken, omdat ze ook even moeten drogen en het sop moet er goed uit zijn. Dus ik heb nog zo'n setje met herbruikbare rietjes gekocht. Er zitten 4 rietjes in. Ik heb transparant gedaan. Je krijgt er ook zo'n schoonmaak dingetje bij, zodat je ze eigenlijk goed kunt schoonmaken. Dus dat vond ik wel handig. En ja, die heb je gewoon bij de Zeeman. Tegenwoordig kun je ze overal wel kopen hoor, maar ik heb ze nu eventjes bij de Zeeman meegenomen. Dan heb ik ook eventjes een body lotion meegenomen bij de Zeeman. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ze die hadden. Daar was ik heel verbaasd over. De prijs is ook echt heel aangenaam, want hij is echt best wel goedkoop. Hier zit 400 ml in. Dit is de Essential Rich Body Lotion voor een droge huid. En ja, ik gebruik altijd body lotion van Dove, maar ik hecht er nooit zoveel waarde aan welke ik op dat moment koop. Het is net welke ze hebben en bij de Zeeman hadden ze deze, dus die heb ik mooi even meegenomen. Ik zag ook daar dat ze mijn favoriete Dove douchecreme hadden. Een hele grote fles voor, ik geloof, €2,69. Dus die is ook echt een stuk goedkoper als bij de drogist. En dat is dan de met die groene met komkommer en groene thee. Maar in ieder geval de body lotion. Dan heb ik dus een aantal dingetjes op ondergoedgebied gekocht. Er zijn een aantal hemdjes bij. Die zou ik op zich nog wel even in een aanbeeld kunnen laten zien. Maar ondergoed zelf ga ik niet aantrekken, want dat vind ik gewoon niet zo heel fijn. Ik heb allereerst dit leuke roze hemdje. En hij heeft een leuke kanten randje. Ik draag zelf altijd een hemdje onder mijn kleding. En deze heeft een heel leuk kanten randje en is eigenlijk van een soort velvet stofje. Ik vind hem heel erg tof. En hij kostte eerst, dat kan ik niet eens meer zien, volgens mij €4,99. Ik heb hem in een maatje M gedaan. Dus een hemdje mag voor mij wel iets ruimer zitten. En deze kun je ook nog aan de bandjes verstellen. Dus dat is allereerst deze roze. Nou, zo ziet het roze hemdje eruit. Ik vind de stof echt heel fijn. Ik vind het kanten randje heel leuk. Hij sluit ook heel mooi aan. En past eigenlijk prima. Hij is eigenlijk ook best wel goed qua lengte. Dus niet super lang, maar eigenlijk prima om gewoon bij je broek in te doen. Dus ja, ik vind het wel heel mooi staan. Dan heb ik ook een groen hemdje gekocht. Deze was eerst €3,99. Deze is niet heel spectaculair of zo. Is gewoon leuk groen. Heeft geen kanten randje of zo. Is eigenlijk gewoon basic. Heeft wel weer van die verstelbare bandjes, maar gewoon een groen hemdje. En ze zitten denk ik ook wat langer, maar dat gaan we zien bij de aanbeelden. Want ik heb ze zelf ook nog niet gepast. Ook deze heb ik gewoon in een maatje M gedaan. Met het feit erop dat ik een hemdje mag iets ruimer zitten. Over het algemeen heb ik wel maat S. Maar ook als je dit draagt met slapen is het gewoon fijn dat je wat bewegingsruimte hebt. Dit is het groene hemdje zoals ik al zei. Hij is verder niet heel spectaculair, maar hij zit wel gewoon heel erg mooi. Vooral heel fijn voor onder je kleding. Is ook weer wat langer. Past dus prima in je broek erbij. En dat vind ik zelf altijd gewoon heel prettig bij hemdjes. Ik ga even wat dingen eruit halen hoor. Want het is best wel een beetje een bende. Dan heb ik 2 broekjes gekocht. En deze waren officieel €3,99.
Dit zijn gewoon leuke broekjes. Ik heb hier al een ondergoedsetje van, maar ik had er eigenlijk geen gewone broekjes bij. En dat vind ik zelf momenteel gewoon wat fijner. En ik vond deze er wel leuk uitzien. Dus dat is gewoon met streepjes. Dus die heb ik. En daar heb ik er twee van meegenomen. Want ik heb er, even kijken hoor. Ja, alles ligt een beetje door elkaar. Hier nog eentje. Dus die heb ik dan twee keer meegenomen. Gewoon omdat ik het wel fijn vind om ja, twee broekjes erbij te hebben. En als je de prijs ziet, is het gewoon een lachertje wat ik er nu voor betaald heb. Dan heb ik ook een BH gekocht. Die was dus nu ook in de afprijzing. Was eerst €7,99 en dat is dit groene kleurtje. Ik vond hem wel heel leuk uitzien. Gewoon verstelbare bandjes. Ik denk dat die ook wel heel erg leuk matcht met dit groene hemdje. Kijk, die kleur is eigenlijk vrijwel identiek. Ik vond hem zelf wel heel erg leuk. En ja, hij was dus nu super goedkoop. En daar heb ik uiteraard ook een bijpassend broekje bij genomen. En nou, hij zit een beetje... Ja, ze hebben nu de hangertjes eraan gehouden. Normaal doen ze dat ook niet. Kijk, dit broekje heb ik erbij. De achterkant is ook wel leuk. Heeft een kanten randje. Ik vond hem wel heel erg leuk. Deze kostte eerst €3,99. Maar de prijs die hier dus in beeld ziet staan, dat heb ik er daadwerkelijk voor betaald. Dus die past dan weer mooi bij dit setje zo. Hartstikke leuk. Dan heb ik nog een wat langer hemdje gekocht. En ik denk dat deze ook heel geschikt is om in te slapen. Omdat hij dus wat langer is. Maar dat gaan we op de aanbeelden zien. Heeft ook een hele mooie rug zo. Dat vind ik wel heel erg leuk. En die past dus weer heel erg goed bij dit broekje. De kleur, ja, de kleur lijkt iets anders. Het broekje is iets donkerder. Maar bij dit broekje heb ik trouwens ook wel een BH. Maar dat is dus deze. En ik zal even kijken wat hij eerst heeft gekost. Deze was eerst €4,99. Maar deze, die, ik denk dat dit wel echt ook meer een slaap, ja, een beetje zo'n soort slaapjurkje is. Maar dat gaan we dus wederom zien. Nou, dit is het hemdje slash slaapjurkje. Hij zit iets korter dan ik dacht. Hij zit op zich nog wel wat langer. Dus op zich met een broekje eronder is hij ook prima om te slapen. Gewoon een kort broekje of zo. Hij zit echt wel heel erg lekker. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon als een gewoon hemdje dragen. Want ja, dan valt hij ook wat langer. Ook wel heel erg leuk misschien onder een vestje of zo om dit te dragen. Dus ik ben wel heel erg blij hiermee. En dan heb ik ook deze. En deze is dus ook wat langer. Heeft ook een hele mooie rug aan de achterkant. En ja, die vond ik ook wel heel erg leuk. Zo leuk roze. En is dus ook wat langer. Dus ja, die vond ik ook wel heel erg leuk. Wat heeft deze eerst gekost? Deze was eerst... Even iets omhoog. Ja, €4,99 ook. En ik heb deze en het vorige hemdje heb ik ook in een maatje M genomen. Dus die. Dan het roze hemdje. Die zit ook wel weer heel erg mooi. De maat is eigenlijk heel erg goed. Ik vind de rug ook heel erg mooi. Ja, je zou hem dus prima kunnen gebruiken om in te slapen. Hij is wel iets korter dan ik had verwacht. Je kan hem nog wel wat naar beneden trekken. Maar ik denk ook wederom dat deze onderkleding gewoon heel erg mooi zou staan. Vanwege het kant en randje ook. En het laatste wat ik heb gehaald, dat zijn eigenlijk twee setjes met stempels. Allereerst heb ik deze. Er zitten ook eurotekentjes bij en cijfers, procenten. Nou, eigenlijk deze. Die vond ik wel heel erg handig. Ik ben natuurlijk heel erg van het stempelen. Een apenstaartje, een hashtag. Leuk om te verwerken in je bullet journal. Maar ik heb ook deze meegenomen. En deze vond ik wel heel erg bijzonder. Omdat er ook een lipstick in zit. Je hebt een jurkje bijvoorbeeld. Een kasteel. Een kopje thee. Een cupcake. Ja. Maar ik was in die schoentjes. Maar ik werd dus heel erg blij van het lippenstiftje. Misschien zijn het meer stempels voor kinderen. Maar ach, weet je. Stempelen is tijdloos, denk ik. En ik denk dat er niet per se een leeftijd aan verbonden zit. Ze zijn vanaf 3 jaar. Maar ja, ik vond het wel gewoon een leuk stempelsetje. Dus die heb ik ook gewoon meegenomen. Met het mom van, ja, ook weer leuk voor in je bullet journal.
Nou, dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Zeeman heb gekocht. Zoals ik al zei, het is echt niet veel, maar ja, het is misschien toch wel leuk om te zien. Ik ben ook verbaasd eigenlijk wat ze allemaal bij de Zeeman hebben, want ik wist natuurlijk al wel dat ze een paar dingetjes hadden op het gebied van knutselen. Maar eigenlijk de setjes met ondergoed en zo, dat kwam ik gewoon allemaal tegen in een sale-kant. Daar was ik gewoon heel verbaasd over dat het nu allemaal zo afgeprijsd was. En dan is het nog wel eens leuk om je garderobe een beetje aan te vullen. Want je betaalt er nu gewoon heel weinig voor. En ik was ook wel heel erg verrast dat ze ook gewoon body lotion hadden van merken zoals Dove. Want dat had ik bij Zeeman eigenlijk niet zo heel erg verwacht. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik bij de Zeeman heb gehaald. En kom jij graag bij de Zeeman en wat koop jij vooral bij de Zeeman? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. Vond je deze video leuk? Doe gewoon even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!